Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Robbe en vandaag gaan we weer Minecraft spelen. Dus ja, laten we meteen beginnen. En ja, vandaag ja, gaan we natuurlijk eerst beginnen met een beetje metal tools maken. Dus ja, één ding wat we sowieso nodig hebben is een shield. En dan denk ik dat ik wel gewoon de armor maar ga maken, maar nog geen boots. Want dan heb ik nog 4 iron over. Oh, wacht. Fuck. Ik ben echt de dikste Mongool ooit. Ik moest boots maken, geen helm. Wat ben ik een dikke sukkel. Ik ben echt zo'n absolute Mongool. Wauw. Ik ben echt de grootste sukkel ooit. Oké, dan maak ik wel gewoon boots ook. Gewoon heb ik full armor. Ik dacht dan kan ik nog een pickaxe maken. Maar het ding was, als ik boots had gemaakt, had ik genoeg voor een pickaxe en een soort had ik uitgerekend. Maar ik had een helmet gemaakt omdat ik een sukkel ben. En had ik niet genoeg daarvoor. Oh, wat ben ik toch een sukkel, maar oké. Dan maak ik even een chest en ga ik daar gewoon even wat rommel in dumpen voorlopig. En dan gaan we nu natuurlijk gaan beginnen met een farm te maken, want we hebben natuurlijk een farm nodig. Want ja, we hebben voedsel en zo nodig. Ik weet dat we keiveel kelp, maar ja. We hebben natuurlijk ook een beetje andere eten nodig dan kelp als een beetje. Want ja, kelp is gewoon makkelijk, maar dat kost veel kool en je moet dan ook heel veel eten. Dus ja. Ik weet niet of het zo heel handig is, maar oké. Sowieso hebben we ook blokken nodig in onze hotbar, dus zo. Ja, en natuurlijk, ik ga een farm maken, heb ik dit nodig. Pak ik even wat kelp voor wat extra voedsel. En ja, van kelp smelten krijg je ook XP, nice. Oké, we zijn ondertussen al level 6, dus ja. Gaat op zich nog wel goed. Oké. En is het dag? Ja, het is dag. Nice. Oké. Oh, een kip. Nice, nice, nice. Oké, dan gaan we... Oh, 2 kippen. We moeten die... Als ik een seed heb, ga ik die gewoon proberen bij elkaar te zetten. Ah, ik had al een aantal seeds. Oké, nice. Hier, kom maar kipjes. Kom. Alle dieren die we nu hebben, moeten we gewoon vastzetten, zodat... Ja... En hopen dat ze niet despawnen. Want we mogen echt geen dieren killen. Oké, wacht. Ik moet er even wel uit geraken. Zo, kipjes, kom maar. Dan ga ik jullie er even induwen. Ik weet, jullie lopen er niet vanzelf in. Jullie zijn geen sukkels, maar... Oké, ik ben wel een dikke sukkel. Rip mij. Zo, deze moet er ook even in. Nice, voilà. Dat is goed. Nou ja, nu denk ik gewoon een beetje meer seeds verzamelen. Wat is er hier gebeurd? Er is hier keiveel wol en zo. Nee, schaapjes gaan dood. Is hier een wolf of zo gespand? Of is dat door een creeper of door wat is dat? Nee. Waarom zijn die... Ik heb die schapen niet gedood. Hoezo zijn die dood? Oké, mensen, hier ben ik dan weer. Ik heb ja... grootste deel van het gras weggehakt. We hebben jammer genoeg maar 12 seeds gekregen, maar oké. Zien hoeveel dirt heb ik? 24. Ik ga denk ik nog een beetje extra dirt hakken. En dan gaan we natuurlijk gewoon doen van het bovenste gedeelte. Want ja, we willen natuurlijk op een bepaald moment het eiland gewoon helemaal gelijk maken, maar oké. Ja, mensen, het is nu ondertussen ook wel nacht geworden. Dus ja, dat is niet zo heel ideaal. Want dan zijn er allemaal mobs en dan zullen we met de mobs moeten vechten, maar oké. Even nog dit pakken, deze sapling. Oh, een mob met een zombie met een stick, nu ben ik heel bang. Zo, voilà. Dat is nice. Oké, er is een nieuwe kip gespand, of was hij altijd daar al? Oh, oké, een spider, dat is nice voor wol. Nice. Want als we genoeg string hebben, dan kunnen we een wol... Dan kunnen we 4 string of zo is 1 wol, dat is wel nice. Wauw. Net wanneer ik mijn shield wegdoe... Oké, we gaan erin. Jodio, hallo. Nice, een extra bone. Dat is altijd chill voor de farm, maar oké. Weer een extra zombie. Zo, dat is allemaal chill voor XP, maar oké. Dan gaan we hier denk ik gewoon beginnen aan onze farm. Oh, ik heb niet genoeg inventory slots. Wat kunnen we droppen? Maar, allee...
een appel is best wel handig op zich, dus ik denk dat ik dit gewoon ga droppen. Zo. Voilà. Ik ga even de seeds planten. Zo, even een beetje bone meal. Kan natuurlijk ook nooit kwaad. Zo, wel 3 crops, 4 crops. Voilà. Deze crops kunnen we dan al oogsten. En dan hebben we weer een beetje extra, 5 extra seeds. Oké, dat is op zich ook wel nice. Nice, zo. Voilà. Maar we moeten nu echt wel even terug naar mijn, ja, soort van kleine base in, onder de grond. Om, ja, daar natuurlijk alles even in de kist op te bergen. Dus ja, we moeten daar even weer terug zien te vinden. We zijn hier nu even in de chest een beetje de dingen doen die we nu niet per se gaan gebruiken. Oké, ik heb even alle onnodige stuff een beetje opgebergd. Dus dan gaan we nu weer naar boven. Zijn hier nog mobs die met mij willen vechten? Ik krijg graag een beetje extra XP, hoor, mij niet gelaten. Voilà, ik eet even een beetje extra kelp en dan gaan we nu ook beginnen aan de boom, bomenfarm. Ik denk dat we de bomenfarm gewoon op deze hoogte gewoon gaan doen, gelijk met het water. Ik denk dat we op den duur alles van het eiland gewoon op deze hoogte willen hebben, maar oké. Dan gaan we nu denk ik gewoon even hier een beetje het zand, met de laatste durability van mijn schep hier het zand een beetje uitgraven en daar dan ook een beetje extra dirt plaatsen, dus dat ga ik nu even doen. De durability van mijn schep is misschien nog niet helemaal op, maar ja, al mijn dirt wel, dus ik heb geen zin om zomaar dirt te gaan hakken, dus dan gaan we nu even gewoon alle bomen planten. Dat is denk ik wel een slim ideetje. Voilà. Deze bomen zijn zo. Die gaan we hiernaast gewoon even de andere boompjes zetten. Wacht. 1, 2, 3, 4, 5. Naast elkaar, oké. Dan ga ik dat ook even met de andere saplings doen. Daarvan heb ik er iets minder, maar nog steeds. Moet wel kunnen. Voilà, ik weet, de farm is niet zo helemaal gelijk, maar ja, voorlopig zal het wel voldoen, maar oké. Zien, mijn lieve kipjes. Oké, ze zitten daar al bij elkaar. Wacht, ik heb 2 eieren. Ja, daar zijn de kippen. Jammer, geen kuiken erbij, maar oké. De kans is ook wel redelijk klein dat ik een kuiken kreeg in. Hier is nog een hele boom. Waarom heb ik deze niet helemaal weggehaakt? Wat ben ik allemaal aan het doen? Maar oké. Voilà. Normaal gezien is al het hout uit die boom nu weggehaakt. Want hij is aan het afbrokkelen en die boom was echt heel groot. Maar oké. En hier is een beetje kool. Daar gaan we ook even haken. Kool is nu ook gehakt. Nice. Wat gaan we nu doen? Ik ga de appel niet opeten. Want ja, ik wil natuurlijk gewoon die appels houden voor golden apples en zo. Maar ik denk, ofwel we hebben 2 mogelijkheden, ofwel ga ik nog verder werken aan het eiland, ofwel ga ik minen. Ik denk dat ik ga verder werken aan het eiland. En hé, waar is schildpadvriend? We hebben normaal gezien een schildpadvriend. Rip, die is weg. Tip allemaal even in de chat voor meneer schildpad. Heel veel shovels gewoon craften, want hier staat een crafting bench op dit eiland. En oké, nu besef ik waarom kelp misschien niet het beste eten is. Ik ren een beetje, ik heb alweer honger, maar oké. Waar is mijn crafting table? Hallo. Oké, dan maak ik wel gewoon een nieuwe. Ik heb toch genoeg gehad. Ik moet echt een plaats hebben voor een crafting table in mijn hotbar ofzo. Dan maak ik er even 3 shovels. En voilà, dan ga ik even beginnen. Oké, mensen. Hier ben ik dan weer. En ja, ik heb heel veel dirt en ook een beetje sand in mijn inventory. Dus ja. Ik heb hier ik heb 1 laag en dan ook een heel groot stuk van die andere laag heb ik weggedaan. Dus ja, en ondertussen zijn al een aantal bomen gegroeid, maar ik heb geen zin om die bomen nu weg te gaan hakken. Cave? Oh. Auw. Oké, misschien moet ik dit gat wel even gewoon gaan dichten. Ja, dat is misschien wel handig. Ja, oké. Wacht, ik ga dat langs de bovenkant doen.
Dan maakt het niet uit dat ik maar één ingang heb. Zolang ik hier maar niet direct meer blijf invallen, vind ik het goed. Echt, ik denk dat ik het op het zeeniveau direct ga doen. Want dan hoef ik daarna geen blokken meer van weg te hakken. Want ja, ik heb tot hier gewoon even het zeeniveau. Dus dat is laag 63 hier. Ja. Dat ik even gewoon alles wil weghakken als uiteindelijk project. Maar oké. Dus als ik het kan kiezen op welke hoogte ik plaats ik het natuurlijk liefst op deze hoogte. Maar oké. Nu ziet het er nog niet zo heel mooi uit, maar daarna zal het er wel beter uit gaan zien, maar oké. Ik denk dat ik dan even ga minen in de caves en wat materials, wat kool en iron ga fixen. En natuurlijk als ik gold of diamonds vind, ga ik dat natuurlijk meenemen, maar ik denk dat ik het off-cam ga doen. Maar natuurlijk als ik het heel goed vind, ga ik natuurlijk wel tonen op camera, maar ja. Anders zien jullie mij gewoon hier weer terug met de materials die ik heb verzameld. Oké mensen, hier ben ik dan weer. Ik ben terug. En zoals jullie zien hebben, iets meer dan 2 stacks aan kool en bijna 40 eieren of 38 om exact te zijn. Dus dat is best wel nice. Oké. We gaan eventjes gewoon alle furnaces vullen met kool en dan ja, gaan we gewoon, ik denk gewoon het iron smelten. We kunnen wel gewoon al het iron doen in 1 furnace, maar oké. En dan, ja, ik heb hier deze video gaat keiveel uitgeëdit worden, dus ik weet nog niet hoe lang deze video gaat zijn, maar oké. Maar ik denk dat ik nog wel eventjes gewoon door ga gaan, want ja, waarom niet? Oké. Daar ga ik eventjes een beetje vlees in koken. Dan maak ik eventjes nog een extra pickaxe bij, voilà. Nou, wat gaan we dan nu doen? Ik denk dat we gewoon ons eiland gaan uitbreiden met een beetje dirt dat we hebben en zo, of nee. Nee, we gaan gewoon een beetje verkennen. Heb ik mijn kaart bij? Ja, oké, dan zet ik even mijn kaart hier gewoon. En dan gaan we verkennen. Ik heb een beetje eten, ik heb soort, ik heb hout, ik heb alles. We kunnen gaan verkennen. We zijn klaar. Oké, welke kant gaan we nu op? Ik denk dat we gaan gewoon even naar het westen gaan. Misschien vinden we hier nog iets. Oké, ik dacht even dat daar vliegend kelp was, maar ja. Oké, misschien is het ook wel handig als we even een boot gaan maken, maar... Voorlopig, ik ga wel even terug, ik maak wel even een boot. Oh, een shipwreck, nice. Oké, wacht, daar wil ik natuurlijk wel ingaan, dat is best wel diep, maar ik denk wel dat we het kunnen hebben. Oké. Zo, even volle lucht adem. Eten en boom. Go. En daarna kunnen we nog even een kijkje nemen, maar ik moet nu even naar boven. Zo. Even weer volle luchtbalk hebben. Oké. Zien we, wat is er daar nog? Is er daar nog iets in of is dat alles? Als dat alles is, is dat op zich zeker niet erg. Oké, maar ik heb eigenlijk wel, want er is niet zoveel dan. Nee, oké. Terug naar boven. Kut. Ik ga veel damage krijgen. Oké, 3 hartjes valt nog mee op zich. Oké. Gewoon eens zien, wat is dit? Is dat gewoon een zand? Ja, oké, dat is klein zand. Oké, dat heb ik niet per se nodig nu. Oké, dan ga ik even weer terug naar het eiland. Dan ga ik even zien wat die andere kaart is. Dat is waarschijnlijk een schatkaart. Misschien kunnen we die dan gaan zoeken in de volgende aflevering. Dat is denk ik wel iets leuks. Voor in de volgende aflevering dan te doen. Een schatkaart gaan zoeken. Ik heb gewoon hier even mijn base. Zo, dan kunnen we nu even weer naar boven naar het eiland. Zo, voilà. Oké, je ziet die schatkaart. Wat staat er daar allemaal op? Ja, het is een schatkaart. Nice. Oh, oké, we moeten dus die kant op gaan. Oké. We zijn waarschijnlijk nog best wel ver in. Hier zijn ook allemaal eilanden en zo op. Oké, okay. Ik denk dat er eilanden zijn dan. Waarschijnlijk wel, oké. Okay. Maar voorlopig ga ik me nog even gewoon bezighouden met mijn andere kaart. Oké, okay. We gaan even een bootje maken hier. Hoe maak je nu ook alweer een boot? Ik denk met een hout schep en dan... Ja, oké, okay, we hebben een boot. Nice. Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Oké, laat maar.
We gaan even gewoon deze kant op gaan. Zo, we gaan varen. Ik hoop dat we iets goed gaan vinden. Maar natuurlijk, als ik in de boot zie, water wacht. Nee, ik dacht dat ik iets zag, maar nee. Oké. We gaan gewoon de kaarten helemaal vol doen. Dat is misschien ook wel een leuke bezigheid. Allee, niet helemaal vol, maar we gaan al een begin maken. Met de kaart, ja. Voller te maken, maar oké. Wat is dat? Ik zag daar weer iets. Oké, de dolfijnen volgen mij. Nice. Oh, ik zie daar iets in de verte. Oh, nice. Dat is een Shimoku-eiland. Ik weet, het is een Mushroom Island, maar ik noem het Shimoku-eiland. Omdat die koeien, die hebben paddenstoel op hun rug. En dat is schimmel. Oké. Als we zouden willen, zouden we hier zelfs kunnen gaan wonen. Maar ik denk, alleen want hier spawnen geen mobs en zo. Maar ik denk niet dat ik het ga doen. En wanneer breekt die boot? Dank u. Die boot eindelijk is gebroken. Maar oké. Wat ik zei, dus ik ga hier denk ik niet wonen, omdat, ja. Zoals ik al zei, het is een beetje pussy, want hier kunnen geen vijandelijke mobs spawnen en zo. Maar natuurlijk, nu dat we zo'n Shimoku-eiland hebben gevonden met Shimokoeien, kunnen we gewoon infinite mushroom soup hebben. Dat is nice. Ik ga even een crafting bench plaatsen en een beetje bottles maken. Oké, ik heb ook wel een beetje extra planks nodig. Oké, voilà, ik maak even een aantal bottles. Oké, dat waren misschien net iets te veel bottles, maar oké, beter te veel dan te weinig. Oké, Shimoku, geef me al uw schimmel. Mushroom soep. Oké, nice, dat is lekker veel mushroom soep. Ik denk dat ik nog een aantal dingen ga droppen zodat ik iets meer kan meenemen. Dus ja. Oké, dit is heel nice om dit eiland te hebben gevonden. Je kan ook die schimmelkoeien scheren, maar dan krijg je gewoon mushrooms. Maar dat is, ik zou dat niet doen, want dan worden ze een normale koe. En het is natuurlijk veel beter om een schimmelkoe te hebben dan een normale koe, want met zo'n schimmelkoe heb je infinite voedsel. Maar dan gaan we nu denk ik gewoon even terugvaren naar onze base. Of naar ons eiland, hoe je het wil noemen. Mensen, dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Als jullie de video leuk vonden, vergeet dan zeker geen like te geven. Abonneer op mijn YouTube kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Dag!